naar het team van de Wingwalkers. Oftewel de Vleugelwalkers uit Schiphol. Tien collega's van Matenair, Toei en Transavia. Hier gaan ze komen en natuurlijk wensen we ook dit team. We hebben dit jaar weer een heel leuk bedrag. Wel van buiten, boven de 30.000 euro kunnen ophalen voor de Europa Run. En daar zijn we heel blij mee. Is ook boven gemiddeld. De gemiddelde team in de Europa Run haalt ongeveer 6.000, 7.000 euro op. Dus wij halen gelukkig dat gemiddelde niet naar beneden. Oké. Okay. En weet je al waar je dat geld voor wilt gaan besteden? Nee, dat geld gaan wij niet besteden. Dat geld gaan wij afdragen aan de Europa Run. Europa Run is een landelijk initiatief. Al de gelden die deze teams inzamelen, die worden gestort op de rekening van de stichting Europa Run Palliatieve Zorg. Die stichting bepaalt na de tijd op basis van aanvragen die zij binnenkrijgen waar dat geld besteed wordt. En wij proberen wel doelen in Twente aan te reiken die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. We gaan eerst even een feestje bouwen hier in Almelo. We gaan met z'n allen een stukje van de route afleggen richting Amaliaplein. En daarna gaan we hier gaan die mensen eerst even wat eten. Vervolgens gaan ze naar het Hotel Almelo waar ze worden gemasseerd. Daar kunnen ze douchen. En dan moeten ze een paar uur gaan slapen voordat ze een eindje verder op de route weer het andere team moeten gaan aflossen. Altijd weer een leuke uitdaging om elk jaar weer een team bij elkaar te krijgen wat goed op elkaar reageert, wat prima met elkaar functioneert. En in de regel gaat het goed. En ook nu loopt het goed? Ja, buiten verwachting. We hebben pech met het weer. Het is te koud voor het Pinksterweekend natuurlijk. Maar lopers zijn prima in conditie. Nog, tot op dit moment nog geen dreigende blessures. Dus het gaat allemaal prima. Er is in de afgelopen jaren al meerdere keren een gift naar het hospice van TMZ gegaan. We hebben een paar jaar geleden het kunnen realiseren dat de 50.000 euro van de Europa Run naar de stichting Wensambulance is gegaan. Die daarvoor een nieuwe kinderwensambulance hebben aangeschaft. En heel veel kleinere doelen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, krijgen regelmatig geld van de Europa Run. Oké, okay, bedankt. Ik hoop dat jullie nog lang met dit initiatief doorgaan. Dat hoop ik ook. Dankjewel.